De week van de badminton van september 13e tot 17 september. Hè. Uiteraard wordt dat in Winterswijk opgepakt door badmintonvereniging Plumke. Nico Nelissen, voorzitter. Ja. Tevens ook speler van het eerste team. Ja. Een toonaangevende vereniging in de Achterhoek. Mm-hmm. Op welke manier gaan jullie de week van de badminton invullen? Dat doen we eigenlijk min of meer op dezelfde wijze als vorig jaar. We beginnen met een instuif voor de jeugd en die zal op zaterdag 13 september plaatsvinden van 10:30 tot 11:30. En dan mag de jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar gewoon naar de sporthal hier komen. En dan worden zij opgevangen door een aantal kundige trainers die op een ludieke wijze deze kinderen met de badmintonsport kennis laten maken. Je noemt al jeugd. Jeugd is ontzettend belangrijk voor alle verenigingen natuurlijk, maar ook voor Plumke. Mm-hmm. Kun je aangeven, jeugd, in hoeverre is dat heel belangrijk? Ja, voor de doorstroming sowieso is dat natuurlijk van belang en voor de continuïteit van het voortbestaan van de vereniging. En ja, je merkt toch wel dat de jeugd de laatste tijd in aantallen helaas wat is afgenomen. En we zijn gewoon echt op zoek naar enthousiaste nieuwe jeugdleden die graag lid willen worden van onze gezellige vereniging. Ja. Jullie hebben één competitieteam voor de jeugd, hè? Klopt dat? Ja, ja. En uiteraard willen jullie dat graag uitbreiden? Ja, heel graag. Heel en denken jullie dan aan nog een bepaalde leeftijdscategorie? Nee, in principe kan alle jeugd vanaf 6 jaar, want ja, dan begin je toch wat beter om te kunnen gaan met een racket. Die kan zich gewoon aanmelden om lid te worden van de badmintonvereniging. Oké, dus 6 tot en met 12 jaar, dat is dan de jeugdcategorie? Nee, 6 tot en met 18 jaar. Okay. Kijk, de instuif die is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk plaats voor alle jeugdleden vanaf 6 jaar. En daar hebben we ook de trainers voor opgeleid. En die verzorgen dan ook de trainingen voor de jeugd. Ja. Zodat ze ook langzamerhand kunnen doorgroeien tot volwaardige spelers die dan ook bij de senioren kunnen gaan meedoen. Badmintonsport kent vrijwel iedereen. Hè? Iedereen heeft het wel eens gedaan in de tuinen of op vakantie. Ja, ja, ja. Maar de stap naar de wedstrijdsport, hè? Dat is een grote, denk ik. Hè? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Hè? Want de badmintonsport kun je op alle denkbare niveaus doen. En het is al leuk vanaf het laagste niveau, omdat je dan ook tegen een tegenstander staat die van hetzelfde niveau is. Ja. En dan heb je meteen al leuke wedstrijden. Ja. Ja. Kundige trainers hebben jullie uiteraard en mensen die speciaal voor opgeleid zijn om de jeugd te begeleiden, hè? Mm-hmm. Op te leiden voor de wedstrijden. Hè? Ja. Kunnen ze ook, het is mooi natuurlijk als ze bij het begin van het seizoen er al bij zijn, maar kunnen ze ook gedurende het seizoen nog instromen? Jazeker, heel graag zelfs. Dat maakt echt niet uit. Ze worden altijd keurig en netjes opgevangen. En ze kunnen dan ook gedurende het seizoen alvast zich de sport eigen maken. En dan kunnen ze in het seizoen daarna met de competitie beginnen. En soms is er ook een soort van opstartcompetitie die hangende het seizoen al wordt aangevangen. Zodat de jeugd al nog eerder met de echte competitie in aanraking kan komen en kijken of het wat voor ze is. Want het seizoen loopt op begin in september, hè, bij jullie, en loopt dan door tot februari, maart? Ja, voor de jeugd moet je daar inderdaad aan denken en voor de senioren meestal eindigt het dan al in februari. En daarna is er meer ruimte voor deelname aan toernooien die er zijn. Ja. Trainers hebben jullie uiteraard, hè, maar ook een topscheidsrechter heb ik gelezen op jullie site. Hoe is dat zo gekomen? Op een gegeven moment hadden we de verplichting gekregen vanuit de bond om een scheidsrechter aan te leveren. Dat kwam omdat we steeds hoger gingen spelen. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, maar de keerzijde was dat we dus een scheidsrechter moesten aanleveren. En dat heeft Geertje Tonnaar binnen onze vereniging heel erg leuk opgepakt. En binnen no time heeft ze enorme carrière gemaakt binnen het scheidsrechter gebeuren. En ze is inmiddels onderweg om internationaal scheidsrechter te worden zelfs. Nou, dat zullen weinig mensen weten, denk ik. Ook wij weinig mensen zullen weten dat jullie gewoon heel erg hoog spelen, hè, in de vereniging. Maar dat komt ook, denk ik, door dat jullie een hele goede trainer hebben. Jan Maas, die al heel lang bij jullie is. Al zo lang als ik mij kan herinneren is hij bij de club. Hij is er al langer dan ik erbij. Dus ik weet niet eens hoe lang hij al training geeft. Maar dat is inderdaad een hele kundige en ervaren trainer die op ontzettend leuke manier de senioren training geeft. Mm-hmm. Vanavond heb ik weer een training en dat is, ja, ik geniet er nog steeds van. Ja, want jullie zijn natuurlijk al een aantal weken met de training bezig, neem ik aan.
Seizoen begint ook zo. Dat klopt. Volgende week denk ik, aanstaande zondag. Precies, aanstaande zondag is onze eerste wedstrijd. Mm-hmm. Wij mogen uit naar Groningen toe. Dat is niet naast de deur, maar ja, hoe hoger je speelt, hoe groter de kans is dat de tegenstanders ook wat verder weg spelen. Maar we kijken uit naar een heel erg leuk seizoen. Ja, en vorig jaar hebben jullie op tweede divisie niveau gespeeld. Hè? Dat was in tientallen jaren niet voorgekomen bij Plumke. Ja. Jullie zijn gedegradeerd, maar jullie hebben ontzettend veel geleerd natuurlijk ook. Heel veel punten nog wel gehaald, hè, in de diverse wedstrijden. Ja. Ik neem aan dat jullie het streven hebben om nu bovenin mee te gaan draaien in de derde divisie. Ja, dat klopt. Onze doelstelling is om weer in de top mee te doen. Ja. Kampioen worden is gewoon erg lastig. Dat is afhangen van hoe het seizoen loopt. Maar u gaf het al aan, we hebben inderdaad een aantal mijlpalen het afgelopen jaar gehad. Eén daarvan is inderdaad dat het eerste team in de tweede divisie heeft meegespeeld. Ja. Voor het eerst in het bestaan van het Plumke. En daarnaast hebben we het 40-jarig bestaan mogen vieren van het recreatief bedrijfstoernooi. Ja. En dat was ook een hele mooie mijlpaal. Ja, want dat wordt altijd in maart, april gespeeld, het bedrijfstoernooi. Ja, februari, maart is het is volgens mij het bedrijfstoernooi. Ja. En dan mag elk bedrijf mag daar natuurlijk aan meedoen. Wellicht ook een opstap dan voor mensen om wedstrijdsport te gaan. Nou ja, het is meer echt een kennismaking, want het is wel op recreatief toernooi. Het is een recreatief toernooi voor recreatieve spelers. Het is niet echt de bedoeling om van daaruit al te denken van, nou ja, we kunnen dan direct de competitie in. Ja. Dat is denk ik nog wel een stapje verder. Ja. Maar ze kunnen op deze manier wel. Ja. Nou ja, de ervaring genieten van een echte wedstrijd en een echt toernooi. Ja, badminton is natuurlijk heel leuk om te doen. Een hele snelle sport ook. Heel mooi om naar te laten kijken. Ja. Jullie thuiswedstrijden uiteraard hier in de nieuwe sporthal, in de spoorzone. Mm-hmm. Hoe laat spelen jullie meestal? Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op de zondagen om 12:30. Zie je al talenten komen die jullie zullen gaan vervangen op een bepaald moment? Ja, zeker. Ja, zie je ze eraan komen? Ja, die komen er echt aan. Dat zal een kwestie van tijd zijn voordat ze inderdaad het stokje overpakken. We proberen ze nog wel een beetje van ons af te houden natuurlijk. Ja. Ja. Misschien nog even de laatste woord, Niek. Badminton. Waarom is dat een leuke sport om te doen? Het is sowieso bij onze vereniging, we zijn een hele gezellige, hele actieve vereniging. We organiseren ontzettend veel leuke activiteiten voor onze leden. Denk aan het herfsttoernooi, het kersttoernooi, het recreatieve bedrijfstoernooi, maar ook de allerlei andere toernooitjes tussendoor of gezellige bijeenkomsten tussendoor. En elk jaar hebben we een jaarlijkse afsluiting, de barbecue. Ja. Allemaal ontzettend leuk, maar onze kernactiviteit is en blijft natuurlijk badminton. En dat is inderdaad, zoals je al aangaf, een hele leuke sport, wat je op heel hoog niveau kunt gaan doen binnen deze vereniging.